Goedemiddag. Met verslagenheid heeft de ministerraad kennis genomen van het vreselijke ongeluk met een Apache-helikopter waarbij twee van onze militairen in Mali om het leven zijn gekomen. Vandaag worden de lichamen van kapitein René Zeetsen en eerste luitenant Ernst Mollinger overgebracht naar Nederland. Vanochtend was een plechtige herdenkingsceremonie in het Nederlandse basiskamp in Gao, waar collega's en vrienden afscheid konden nemen. Het heeft de vliegers in het hart geraakt. Ons medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers. We denken aan hen en we leven intens met ze mee. En daarnaast wil ik ook namens het kabinet respect uitspreken voor de collega's van de omgekomen militairen die daar, onder hele moeilijke omstandigheden, werken aan het versterken van de veiligheid van ons allemaal. Minister Hennis heeft de ministerraad ook geïnformeerd dat vanochtend de Nederlandse fact-finding missie van defensie en politiemensen naar Oost-Oekraïne is vertrokken. En dat is de eerste keer na de winter dat Nederlandse onderzoekers naar het gebied terugkeren. Het streven is daarbij om in ieder geval de zogeheten burned sites te bezoeken. En daarnaast willen we graag naar het noordwestelijke deel van de crash site, dat eerder vanwege talrijke gevechten niet kon worden bezocht. Ten slotte zal het team materiaal in ontvangst nemen dat de afgelopen tijd door bewoners van het gebied is verzameld en nu klaar ligt. Deze eerste missie is nog vrij kleinschalig. Het gaat om een 12-koppig team en een medewerker van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar het is de bedoeling om in april een grotere missie die kant op te sturen, zodat weer nieuwe stappen kunnen worden gezet in repatriëring en in het onderzoek. Uiteraard hebben we vanochtend ook stilgestaan bij de verkiezingen, de provinciale statenverkiezingen van woensdag. Gesproken over het wat tegenvallende opkomstcijfer, maar ook over de uitslag zelf. En wij zullen als kabinet extra hard ons best moeten doen om meerderheden te gaan verwerven in de Eerste Kamer. Dat zal niet makkelijk worden, maar we hebben er vertrouwen in. Dat hebben we ook met elkaar uitgesproken, dat het ons zal lukken. Het past in de Nederlandse traditie, Nederlandse politieke traditie, dat partijen verantwoordelijkheid nemen en het huidige versplinterde, gefragmenteerde politieke landschap vraagt dat ook. Vraagt van alle partijen om de handschoen op te pakken en te kijken hoe je tot werkbare meerderheden kan komen om te zorgen dat we doen wat er moet gebeuren. En dat is toch dat het economisch herstel dat je nu ziet. De afgelopen jaren zijn tal van lastige maatregelen genomen die nodig waren, maar ook pijn deden. Nu komt dat economisch herstel, maar dat moet vertaald worden in banen, in ruimte, in geld in de portemonnee van mensen. En om dat mogelijk te maken, zal samenwerking nodig zijn. Ten slotte heeft de ministerraad vanochtend ook de departementale jaarverslagen besproken. Die worden op verantwoordingsdag openbaar. Ik noem het omdat dat het beeld bevestigt van een zich herstellende economie. De groei trekt aan, wordt steeds breder gedragen. Export, investeringen en ook de binnenlandse bestedingen die stijgen. We zien een geleidelijke daling van de werkloosheid. En je ziet het ook terugkomen in het huishoudboekje van de overheid zelf. De tekorten nemen af en die nemen sneller af dan eerder was voorzien. En dat biedt perspectief bij het maken van de begroting voor 2016.